Hier komt heel veel politie, die rijden hier allemaal. En als je hier dingen gaat doen, dan gaan ze je meenemen. Dus. Ja, hij heeft hier gesproken, toch? Ja, toen zei hij, nu is oorlog. Daar ja. stond hij. Daar zo. Daar stond niet, niet wijzen. Oh, dit is ook voor je conditie erop springen en eraf rennen. Zo lang. En jet. Yo. Ik ben bijna thuis. Ik heb net getraind, toen even geluncht. En toen moest ik een paar spulletjes halen. En nu ben ik bijna thuis. Ga ik even omkleden. En dan ga ik vanavond met een paar meiden eerst bij Jacinta thuis. En daarna naar de stad. Sydney kan ook goed Nederlands. Ik ben. Ik ben Sydney. En? Ik ben 18 jaar. Lachen is niet mijn hobby. Het is woensdagmiddag. Ik heb net getraind. En we hebben vanmiddag weer een training. En ik ga jullie even laten zien hoe het hier allemaal een beetje uitziet. Dit is een beach voetbalveldje. We hebben net krachttraining gedaan. Daarna wat sprints. En nu hebben we net geluncht op de club. Ik mag binnen niet filmen, dus dat kan ik niet laten zien. Maar we hebben net dus geluncht. En nu hebben we zeg maar een chillruimte hier. Daar kunnen we altijd gewoon lang uit liggen. Een beetje slapen, lezen. Sommigen studeren, dus studeren. En dan hebben we om 3:30 de tweede training. En dat is altijd conditie. Dit is een speedcourt. Hier moeten we sprinten. Kun je meten hoe snel je rent. Dit is ook voor je conditie erop springen en eraf rennen. Echt superleuk allemaal. Nou, is een warming-up veldje. Daarachter heb je nog die rode netten die je daar ziet. Dat is een soort van panna-kooitje. Daar kun je techniek training doen en al dat soort dingen. Nou, dit is veld 7, ons trainingsveld. Het veld ligt perfect bij. Er wordt ook even gemaaid nog. Hier trainen we altijd. Hey. Shit. Ja, dag. Lieve training. Lekker. Ze denkt alleen maar dat lekker. Ze denkt dat lekker van alles betekent, maar ze snapt het woord niet helemaal. Geeft echt. Zeg je al voor alles? Nee. Lieve training, lekker. Lieve training. Aanstrengend, overspannen. Leuk. Leuk. Amen. Genau. Hebben we gewonnen? 10-2. Dat was zo koud. We hebben verloren, ja. Iedereen was een beetje moe bij ons, helaas. Maar ja, nu gaan we boodschappen doen. Edeka. Bij de Edeka en naar huis. Training mines doen. Boodschappen met Sydney. En wat eet duurt je altijd nu? Zo lang. Zo lang. En jetzt? Jacinta. Wat eet jij? Wissen we nog niet, we überlegen. Oké. Hey, gezond hè? Zuid professioneel. Nee, Sydney is 18 jaar. Ze is zo professioneel. Ze eet zo gezond altijd. Kijk dan! Goed bezig! Wat hebben we net gedaan? Wat hebben we hier gedaan? Ja. Kopfball. Genau. Met een dikke kop. Jacinta is echt lief altijd hè? Ja. Is die? Ja. Die. Carina is immer am Handy. Ja, Carina is langweilig. Immer am Handy. Stimmt nicht. We gaan even lekker naar de stad. Hi. Pilletjes kopen, we hebben net getraind.
Morgen wedstrijd. We gaan nu even naar de stad. Tegen wie spelen? Duisburg. Duisburg, Duisburg. Ik vind de uitspraak moeilijk. Hoe spreek je het uit? Of het Duits of het Nederlands? Beide. Duisburg en Duisburg. Hey little mama, ooh you're a stunner. Hot little figure, yes you're a winner. And I'm so glad to be yours. You're a class on your own. And ooh little cutie, ways are clean. When the whole world's up. Oh, dat is aan mijn huis. Even lekker chillen, dag! Goed gesprek! Yo! Hi. Wij zijn in de stad. We gaan jullie even laten zien hoe de stad eruit ziet. Oké, nou, maar dit is echt nog niet boeiend eigenlijk, hè? Dit is Odeonsplaats, dit is een heel belangrijke plaats. Oh. Weet je niet wat hier is gebeurd? Ja, ja, toch wel. Maar je wat zit... is hier gebeurd dan? Hitler toch iets? Ja, Hitler is hier de oorlog geplaatst. Nou, oké. Okay. We gaan jullie even dit, wat vertellen over de stad niet, hier, maar München. Niks zeggen daarover, want hier komt heel veel politie, die rijden hier allemaal. En als je hier Hitler dingen gaat doen, dan gaan ze je meenemen, dus... Ja, hij heeft hier gesproken, toch? Ja, toen zei hij, nu is oorlog. Daar stond hij. Daar zo. Daar niet, stond hij. Niet wijzen. Oh. Ja, Jacinta weet echt heel veel. Ik weet helemaal niks. Ik ben niet zo cultureel aangelegd. Dit is de winkelstraat, maar die gaat nog heel lang door. Echt heel lang. Maar hier kun je echt leuk winkelen, hè? Ja. Hier heb je alles gewoon. Dat is echt leuk. Mega dus leuk. Altijd als ik hierheen ga, dan kom ik voor iets kleins of zo, weet je wel, kom je altijd met veel te veel terug. Echt vervelend.